kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jeroen Remus. Ik ben hier nu in de Kolruit voor het beginnen van de vlog. Ja, er moeten ook boodschappen gedaan worden na de livestream. Dus dan gaan we dat ook maar doen. Dus wat staat er vandaag op het menu? Dat is kroketjes met volleybal. Dus nu eerst op zoek gaan naar... Ah ja, juist. Koffie moet ik ook nog. Zo, echt dat. Dat is kinder. Ja. Dat is weer altijd zo'n zoektocht. Dat is een dolle Egbertje. Of twee. Kijk er niet in. Valesse, ik heb hem. En dan hop. Voilà, kroketten, gemalen kaas heb ik nodig. Heb ik dan nog nodig? Ik ga gewoon schap voor schap afgaan. En dan zien we wel hè. Allemaal terugkomen. Er zijn bielpitten. Misschien ook nog volle voor een bokaal. Als ik het niet vind, ja, dan ga ik gewoon naar de oké toe. Hè. Naar de aanhangsel van de Kolruit. Nu is het gezien. Nee. Kom je echt niet tegen. Een van de eerste was de kaas. Nee. Oké, dan gaan we de volgende schap binnen. Ah ja, de vanillepudding was ook bijna op. En de chocoladepudding ook. Hupsatree. Dan bloem voor witte sauzen. Passausen en beslag. Oké. Voilà. Dan, wat hebben we dan nog nodig? Geraspte kaas. Zo zie ik maar dat ik soms ook stress in de winkel. Hier heb je dan de drinkjes. En de zakjes chips. Die we niet nodig hebben. Als schinkjes. Ik ga elke schap af. Ik ga echt elke schap af. Dus tot zo meteen. Mensen, je ziet het hier. De boodschappen zijn gedaan. Dus ik kan er meer al even er tegenaan gaan. En het was heel goede, vriendelijke personeel. En nu is het groen, dus ik hang jullie op. Dus je ziet, mijn beide handjes zijn van mijn gsm af. Dus dat is goed. Ja. En mijn schatje is er ook bij. Hallo. Voilà. En waar hier dit is, dat is een dashcam. Het is echt heel druk op de baan, hè, schat? Ja. Daar ben ik zo gefocust op de baan. Ja. Samen met u. Daar ze. Zag je het? Zag je het? Samen met u! Ja. Het schiet er zo eentje voorheen. Ja, daarom dat je je ogen op de baan moet hebben en niet naar de camera toe. Gestaan. Dus ik was ook heel naar voren aan het kijken en toen zag ik de pinker in één keer aanschieten en dan in één keer poeps. Ja, dat is verschietachtig hoor, schat. Ja, en daar op een zaterdag namiddag 4 uur, wat zo druk is, niet verwacht. En, mensen, je ziet het misschien niet zo goed op mijn achteruit, het is mistig. Het is al de ganse dag
is niet leuk. Het is gewoon precies om terug naar bed te gaan. Zeg van, ga maar terug slapen. Huh? Zo'n werken is het, hè? Ja. Ja, alleen ook weer niet te overdreven, hè? Ja, oké. Het is overdag, maar je wordt moe van dit weer. Ja. Ik snap jouw redenering wel. Ja. Of uitleg wel. Ja, uitleg wel. De hoofden van Barakfractuur, Gersang, Saint-Hubert, Manet, Tella. Daar is het verboden om in de bossen te gaan wandelen. Het is te gevaarlijk, zeggen ze daar, omdat er te sneeuw op de takken ligt die kunnen afbreken. Maar ze merken dat de situatie toch onbeheersbaar wordt, dat er te veel mensen toch in de bossen trekken. En ze hebben zo net beslist om daar de E25, de snelweg naar Luxemburg, af te sluiten. Ook morgen gelden nog verstrengde regels. In Spanje zijn nu al zeker 3 mensen om het leven gekomen door de zware sneeuwstorm daar. Onder hen een dakloze die doodvroeg. Amai mensen, sneeuwstorm. Haar auto vast kwam te zitten toen een rivier buiten haar overstrat. Intussen wordt het leger ingezet om automobilisten te bevrijden uit de sneeuw. En bijna 400 wegen zijn geblokkeerd. De sneeuwstorm in Spanje is de hevigste in meer dan 30 jaar. Oké, we gaan moeten voorbereiden op de natuur. Personeel kon er nog 7 andere. Eerst op de ziektes, dan nu op de natuur. Toppie. Maar ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal. Stijfjes. Zo. Ik ben nu ook even. Mijn papa is even een toestelletje. In een plaats in mijn auto voor de steenmarters. Want ik heb daar ook een probleem mee. En dan moet dat ook wel geïnstalleerd worden, dat toestelletje in mijn wagen. En dat moet op stromen al aangesloten worden. En ik ken er helemaal niks van. En ik zie dat ze bijna klaar zijn. De kap gaat bijna toe. En de kap gaat toe. Pataat, toe. Dus dan moeten we subiet nog even naar de oké gaan voor olie gaan te halen, frietvetolie. En dan kunnen we s'avonds gaan bakken. Yummy. En dan kunnen we eten. En ik ben nog altijd met mijn lieve schatje. Dus wacht hè. Dat is Rasputin, mensen. Die foto. Ik zal het jullie even... Dit is Valentino. Dit is Pretty Woman. Z. Huh? Z. Z, waarom Z? Van zangerzijde. Van zangerzijde, oké. Dit is Valentino. En daar in het heel kleinste hoekje is, ja natuurlijk, mijn mama. Dan gaan we zo door naar Rasputin. Daar heb ik ook op gezeten. Dit is ook nog een keer Rasputin. En dat is Pretty Woman. Zet. En dat is dan zowel ook de trofeeënkast en al. Ook heel mooi. Ziet dat eens aan. Wauw. Is dat een konijn? Ja, dat is een konijn. Ziet dat eens, want dat is gewoon een konijn. Een heel mooie trofeeënkast. En dan... Dat zorg ik. Ik heb me net daar aan gestoten. Met mijn rug. Oh. Ja, hoe gaat het omhoog komen? Ja. En hier zijn de 2 mooiste visjes. Die 2 hele grote vissen, dat zijn dus zoenvissen. Dus die zoenen echt met elkaar. Dat is echt heel raar om te zien. Ik hoop dat ze gaan zoenen. Kom aan. Maar nu staat er een camera wel op u, hè? Met visjes. Ik denk niet dat ze goesting gaan hebben. Dat klinkt ook heel verkeerd, goesting. Ja. En dan hebben we nog een aquarium. Hier, voilà. En dit is ook, wacht hè.
Pretty pas. Nu moet mijn mama zelf komen kijken. Dat is niet mijn dat is een Pjaat. Ah, een Pjaat. En dat is onze hondje Parco. Boom. Zappa, Dax is dat. Ah, Dax. Sorry, Dax. Oh, dat is Dax. Ah, oké. En dan ja, dan hebben we hier ook nog allerlei mooie dingen. Hoe kun je hier vergissen en honden? Oh, gemakkelijk. En mensen, willen jullie mij ook zien in mijn jonge jaren? En ik zie u, zwaai eens. Voilà. Ziet hier eens. Hier ik in het jong. Echt heel mooi. Oh my god. Dat zag je wel schattig uit. Ja. En dat is mijn papa's in de auto. Volvo C70 Cabrio. Die daar staat, maar dan in een andere kleur. Ziet je? En dit was vroeger mijn trofeeënkastje. Waar ik al mijn bowling, bekers en al had uitgesteld. Ik hoop dat jullie nu een hele leuke rondleiding hebben gekregen. Ook van de paarden van mijn mama. En waarom dat wij ook hier zijn. We kunnen dus ergens kijken als ik nog iets vind van mij. Nee, toch niet. En dat is toen mijn papa 50 jaar was, van 1964 tot 2014. Dat is nu ook alweer al 6 jaar geleden, nu 7 jaar bijna. En dan hier, Rasputin met Pretty Woman. En zwijt er dan intussen. En ja, jullie willen ook weten wat nu op die tekst staat, oké. Okay. Lieve mama, voor al je goede zorgen, voor je steun en voor je kracht, wil ik je nog eens bedanken vanuit de diepste van mijn hart. En dan heb ik ook nog eentje zo gemaakt over mijn papa. Lieve papa, voor al je goede zorgen, voor je steun en voor je kracht, wil ik je nog eens bedanken vanuit het diepste van mijn hart. Alsjeblieft. Is toch wel mooi, hè? Ja. Ja. Allee, we gaan hier nu volledig even afronden. Tot straks allemaal. Zo, hier bij de oké aankomen. Ben ik nog even gauw Fitbit gaan kopen. Dus die gaan we straks ook nog eens verversen. En dan kunnen we eindelijk kroketjes eten. Yay! Maar het is weer al heel veel volk hier in de supermarkt van de oké en Alken. Maar je ziet, ik heb mijn voorzorgsmaatregelen aan, dus. Toppie. Dan heb ik hier 2, 4, 6, 8. 8. 8 euro, nee, voor 7 euro en 96 cent heb ik frietjes. Zo mensen, mijn schatje is ook aan het helpen met het uitlaaien van de boodschappen. Echt waar, maar wat heb ik met die woord boodschappen, mensen? Daar vraag ik me af. Oké. Okay. Wat is het plan? Hier komt dan de frietvet of de friteuze op te staan. Dan kan ik die ramen wat openzetten. Mijn friteuze, daar gaat nog al het frietvet uit, de oude, en daar komt dan de nieuwe in, maar ook afgewassen. Dus dat ga ik nu even gauw doen. Dat heeft even tijd nodig en allemaal. Maar mijn schatje helpt ook heel, heel, heel goed. Je ziet het. Kast. Ja. Prima. Voilà, toppie. Alex, zie jullie allemaal subiet terug. Joep. Het heeft mij lekker gesmaakt. Mijn schatje heeft de Volvo volledig alleen gemaakt. En ik ga u daar een cijfer op plakken. Op 10. Krijgt een mooie 8. En daar was ze ook heel tevreden om. Oh, haar Volvo, die moesje heb ik gegeten. Oh, zeg eens dat ik dat ook gekruid heb, wat je normaal niet doet. Ja, zij heeft dat een klein beetje extra gekruid, wat ik normaal gezien niet doe. En nu mensen, ik ga vandaag dus echt niet meer online komen, want ik voel mijn dipje al aankomen. Ik ben echt ook moe, zij is moe.
Ik bedank ook mijn vader omwille van dat hij ook het toestelletje in mijn auto heeft geplaatst van de steenmarter. Wat dan nog? Hebben die dan nog iets gedaan? Ah ja, ook naar mijn remschijven gekeken. Dus ik moet binnenkort teruggaan naar Johan. Met mijn wagen. Dan moeten daar nieuwe remschijven en een nieuwe remblok op komen. Dus dat zijn ook weer al wat kosten aan. Jee. En als ik de prijs ga zeggen, ik denk dat mijn schat gewoon achterover gaat vallen. Echt waar, mensen. Ik ga het je zeggen. Het gaat ergens rond de 300 à 400 euro zijn. Ja, dat moet, hè. Veiligheid voor alles. En dat kost, en dat kost geld. En ik zie hier dat ik hier nog iets had hangen, denk ik. Nee, dat is mijn vel. Zelfs ben ik mijn vel nog open aan het krabben, mensen. Dus ja, ik zit nu op YouTube. Niet live. Maar wel voor mijn YouTube-filmpje van gisteren te gaan te uploaden. Die eigenlijk redelijk kort is. Jullie hebben ook misschien al gezien dat ook de intro is veranderd. Terug naar de standaard intro, want ja, kerstmis en nieuwjaar is allemaal voorbij. Dus, of dubbele punt. Ik kan nog even iets bijzetten. Bij de dingen, ik moet nog iets gaan aanpassen. Dus ik moet nog even naar de Cycle TV website surfen. Daar moet ik dan op mijn donatie linksje klikken, kopiëren en plakken. Voilà. De vlog komt sowieso nog op tijd online. Ja, mensen. De vlog komt op tijd online. En daar zie ik Keffer weer. Wat ik ook heel erg vind, en wat ook mijn schat heel erg vindt, is als de hondje zit te blaffen, dan pakt die man de riem zo omhoog dat de kopje en de pootjes zo van onder, de voorspootjes zo zitten te waggelen. Vinden dat dat kan door de beugel. Als iemand zo de hond altijd eens keer, als hij begint te blaffen, zo de hond in één keer omhoog tilt. Zo gelijk ook vroeger bij, want dat is wel afgeschaft hoor, bij Carmen Waterslagers. Omdat van, ja, die pakte toch ook haar hondje zo in één keer zo up, omhoog en dat die zo in de hand komt. Maar daar waren dan zoveel reclamaties op gekomen. En toen hebben de makers van SC de Kampioenen daar ook rekening bij gehouden. Maar die man, wat moet ik daar eigenlijk mee doen, mensen? Wat moet ik daar eigenlijk mee doen? We kennen die man zelfs niet, hè? Nee, het moet hier eigen van de buurt zijn, want die komt echt hier elke morgen en elke avond met dat hondje dat zoveel keffert wandelen. Dus als er een auto, een andere hond of een fiets of noem maar op, ja, doorkomt langs het hondje af, dan begint hem al te blaffen. En dan, mensen, ik ga ook nog een kleine oproep doen naar jullie toe. Ik ga nog eens even iets bekijken. Van mijn abonnees. Wacht, bereik, publiek, wacht, bereik. Is het dat? Ja. Mensen, er zijn in totaal Hoeveel mensen dat er niet geabonneerd zijn en hoeveel mensen dat er wel geabonneerd zijn. Publiek, misschien hier. Ah, ja, ik heb hem. Dus,
kijktijd van abonnees. Niet geabonneerd is 82,2%. Hè. 82,2%. Wow. Dus, mensen die naar mijn vlog nu aan het kijken zijn, niet twijfelen. Echt waar, niet twijfelen. Klik gewoon hier even met uw muisje. Zo, klik op de abonneerbutton en dan is het klaar. Dan ben ik al tevreden. Want ik ga u één ding zeggen, 82,2% is niet geabonneerd. En dan gaan we ook nog eens even over leeftijd en gender. Zo gelijk, er is maar liefst 14,1% van de vrouwen die naar mijn vlogs kijken. Dat is toch wel veel, hè? En dan, niet verschieten, de mannen. De mannen, hè. Ho, 36%. En dan de leeftijd. Van 13 tot 17 jaar begint het ook omhoog te gaan. Dus ik ga sowieso ook letten op wat dat ik nog ga filmen. Wat ik ga livestreamen. Ik ga geen vettige kalnen meer doen. 13 tot 17 jaar, 4,2%. 18 tot 24 jaar, 40,6%. 25 tot 34 jaar is 40,4%. 35 tot 44 jaar, 10,1%. 45 tot 54 jaar, 3,4%. 55 tot 64 jaar, een magerijke 0,7%. En 65 jaar en ouder, een magerijke 0,7%. Van waar komen de meeste mensen? Dat wil ik jullie ook nog wel eens vrijgeven in mijn video. Van België uit. Echt waar, van België uit. 82,1%. En dan 8,2% komt uit Nederland. Derde plaats wordt gevolgd door Verenigde Staten met 0,1%. En daarna volgt... Eens even kijken. Daarna volgt... wacht. Ja, volgt Duitsland. Met 116 weergaves. Daarna Polen met 82 weergaves. Ik ga het nu even meer over de procenten, want dat is 0,0% altijd. Daarna gaan we door naar Rusland met 77 weergaves sinds het begin. Dan Frankrijk met 49, dan Spanje 45, Verenigde Koninkrijk 42, Argentinië 34... Oekraïne 20, Vietnam 19 en dan Algerije, Hongkong en Italië 17. Dan Portugal 16, dan Bulgarije 15, Bolivia met, samen met India 13. Dan Albanië met 11, Brazilië met 10, Denemarken 10. En dan de andere landen 0. Dus gelijk Oostenrijk 0, Australië 0, Canada 0, Zwitserland 0, Egypte 0, Finland 0, Hongarije 0, Indonesië 0, Mexico 0, Noorwegen 0, Zweden 0, Tunesië 0 en Turkije 0. Voilà. Eens even kijken, hè. Ik wil nog één ding iets zien. Ik heb de laatste keer dat ik geld heb verdiend was van 20 februari 2018. Een magerijke 3 eurocent. Maar sinds kort ben ik ook terug geld aan het verdienen. Sinds 21 december 2020. Een magerijke 0,1%. Je geschatte advertentieopbrengst is €131,90. Van sinds begin tot nu, hè, mensen. Oké. Je opbrengst uit YouTube Premium is €19. Wat ze daarmee bedoelen, dat snap ik niet. En dan wil ik... jullie nog één ding meedelen.
Dat is nog mijn statistieken van verkeersbron. YouTube zoekopdrachten. Dus van de weergaves, ik ga het zo doen. 202.793. Dan extern zijn er 65.793. Aanbevolen video's 58.305. Direct of onbekend 45.585. Browserfuncties 42.506. Kanaalpagina's 32.921. Onbekend ingesloten speler 14.728. Playlisten 7502. Andere YouTube-functies 6491. Afspeellijst pagina 4292. Meldingen 4123. Google zoeken 3786. Externe app 2386. YouTube partner promotie 73. Videokaarten en annotaties 44. Shorts 37. En eindschermen 32. Voilà. Hebben jullie ook toch wat zicht van hoe is Psycho TV zich aan het vorderen? Dus ook moeten jullie denken, elke dag opnieuw en 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 opnieuw is er een video. En ik ga ook proberen elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw ook een nieuwspostje te maken over de vlog, wat er ook is gebeurd in die dag. Maar nu ga ik het afsluiten. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Ciao. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker die 82%. Zeker niet vergeten te abonneren, hè, mensen. Dus er zijn zoveel abonnees nog, hè, die nog niet geabonneerd zijn. Echt waar. Ik heb nu alles gewoon afgelezen van YouTube. Ik zal eens in de volgende YouTube-filmpje of zo zetten mijn statistieken. Of ik zal het dus op mijn website zetten. www.psychotv.be. De webshop is ook nog altijd beschikbaar. En wordt ook lid. Dan kun je gewoon met mij integraal met een puntensysteem met mij meespelen. Einde van 2021 gaan we dan via die puntensysteem ook een kandidaat. Daar gaat dan ook een winnaar uit de bus komen. En die gaat dan ook wel met een mooie prijs mee weg. Maar wat de prijs nog gaat zijn, ik heb er nog een gans jaar er nog voor om goed na te denken wat ik eens kan weggeven bij deze. Ik zie jullie allemaal morgen terug en vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er ook een nieuwe vlog of een livestream is. Want de laatste tijd zijn er ook wel echt veel livestreams. Bij deze, tot morgen. Joe.